It's good. It's good. It's a good feeling to be back, to feel the pitch. It was a long time that we didn't play football with the team. The last time, I think it's 3 months ago, and now it's totally new things. New coach, new staff, also new players, player from the academy. And yeah, it's good to be back. Ik heb vandaag weer lekker getraind, weer voor het eerst. Nieuwe trainer, nieuwe staf. Dus ja, weer lekker bezig geweest. Ja, er was een frisse wind buiten, maar voelt het ook als een frisse wind binnen? Ja, op zich, de spelers natuurlijk nu nog zijn veel hetzelfde. En alleen wel wat ik zeg, de staf is anders. Dus eventjes weer met elkaar verwennen en elkaar beter leren kennen daarin. En ja, dat dus. Hoe was de eerste kennismaking? Ja, gewoon heel nuchter eigenlijk. Even iedereen aan elkaar voorgesteld, aan de technische staf en de spelers. En ja, even gezeten met z'n allen, even gepraat over wat gaat gebeuren aankomende 2 weken voor nu. Dat hebben we even besproken en voor de rest niet veel bijzonders. The new coach is good. He have quite a big career, you know. He was in big clubs. Now we spoke with him and he want to play football, you know. He's a good guy also. He want that we communicate with him. And yeah, it's good. It's good. Ik heb er zeker zin in. Het heeft lang geduurd natuurlijk met dat corona en dat we vroeger moesten stoppen. We hebben lang niet meer gevoetbald. Natuurlijk allemaal voor onszelf een beetje getraind, maar dat is toch wel anders als in zo'n groep trainen. En dat hebben we nou weer lekker gedaan.